In het Zwaarkomproject werken Defensie, Thales en TNO samen om de eerste stappen te zetten op het gebied van autonome taakuitvoering door de integratie van een zwerm drones in een combat of battle management systeem. We zijn minder opvallend in de uitvoering van onze taken. De zwerm drones valt minder snel op dan een grote eenheid aan mensen. Daarbij behoud je je verrassingseffect misschien voor een grootschalige inzet, maar daarnaast beperk je ook wel het risico voor je eigen personeel doordat je ze op een later stadium pas nodig hebt, daar waar het echt moet. Deze demonstratie zie je een zwerm drones die een gebied gaat afzoeken. De drones krijgen het commando van het CMS, zoek het gebied af naar de vijandelijke eenheden. In dit geval is een vijandelijke eenheid een marker. Twee drones stijgen op, onderling verdelen ze het gebied. Gaan zoeken. Eén van de twee die zal de marker vinden. Daar wordt een signaal doorgegeven naar de derde drone die vervolgens opstijgt en een close-up foto maakt van de marker. In het Zwaarkomproject hebben we drie belangrijke onderdelen geïdentificeerd. Het eerste onderdeel is het combat management systeem. Hier hebben we onderzoek gedaan hoe wij op zo'n simpel mogelijke wijze de commandant kunnen ondersteunen in het uitvoeren van de missie. Als tweede onderdeel praten we over communicatie. Hoe ga je communiceren met een zwerm die op een bepaalde afstand zit? Misschien wel heel ver weg. Het derde aandachtsgebied is het swarming aandachtsgebied. Hoe kunnen we een zwerm van drones als entiteit neerzetten die dan de vraag krijgt van een commandant: ga in dit gebied zoeken naar een dreigend onderdeel. De zwerm drones kan bestaan uit drones met verschillende capaciteiten. Het verschil tussen de derde drone en die twee andere drones is dat de derde drone een betere camera aan boord heeft om identificatie van het verdachte object mogelijk te maken. Het is gewoon aan te tonen dat de zwerm uit verschillende soorten drones kan bestaan. Het mooie van het Zwaarkomproject is dat we niet alleen maar onderzoek hebben gedaan, maar dat we daadwerkelijk ook een keten hebben geïntegreerd. Dus in korte tijd, lees één jaar, hebben we hele mooie resultaten bereikt waar ik als projectleider heel trots op ben. En ik heb verwacht mooie dingen voor de toekomst. De toekomst op het gebied van Zwaarkom is niet alleen maar op vliegende onbemande systemen, maar kunnen we veel breder zien voor varende, rijdende of onderwatersystemen. Daarbij moet de beperking niet zitten in welk domein ze optreden, maar juist in de gezamenlijkheid om de opdracht uit te voeren. We hebben nu bewezen dat een zwermdrone zelfstandig een taak kan uitvoeren. Dus je kan je voorstellen dat de toepassingen groot zijn, maar dat er vooral keuzes gemaakt moeten gaan worden in welke toepassing we dan als eerste willen gaan investeren.